Yo, what's up mede duckies en welkom bij een nieuwe video van DuckTales. En let's go! We gaan verder bij waar we gebleven waren en in de vorige episode waren we hier in het pakhuis en die werd overvallen door de bandits. Ik noem ze gewoon bandits. En holy fuck. Oh yeah. Well, let's go. Oh, hoe dope! We kunnen gewoon zwemmen in het money. Yeeew! Haha! Kijk hoe blij ik hiervoor. Swimming in our money. Ja, man, wat had ik gehoopt dat ik dat thuis kon doen. But let's go. Up I go. Up I go. Okay. Let's go further with the adventure. Waar zullen we naartoe gaan? The African mines, the Himalayas, the moon. Of the Amazons. Laten we naar de Amazon. Naar de Amazon gaan. Do you want to travel to the Amazon? Yes, we want that. Get launchpad on the horn. I'm headed to the Amazon jungle to find the scepter of the Incan king. En oh yeah. Alweer een chopper, hè? Arnold is wel vaak in beeld, jongens. Hij komt elke keer, in elke game komt hij terug. Get in the chopper. Now! En die grap maak ik heel vaak, maar het is wel zo. In Ghost, Battlefield 4 en nou zelfs in DuckTales. Wauw. Maar dit keer is die friendly en zet hij ons lekker af in de Amazone. Thanks for the lift, launch pad. No problemo. Lift is kijk, daar heb je het al. No problemo. Dat zei Arnold ook. Het is gewoon stiekem een Terminator. De T-600 is het. Don't trust him. Dagobert, don't trust him. What an airhead. Hey, I heard that. Now then, ancient Incan legends... Kunnen we dit skippen? Yes. And there we go, wou ik zeggen. Maar er komt al een fucking grote aap aan. What the heck? En hoe gaan we die verslaan dan? Ja joh. Ja, fucking hell, er komt een kutaap aan. Sorry voor mijn taalgebruik. Oh, big diamond. Oh nee. I'm scared. Oké, nee joh. Zijn tweelingbroer komt er alweer aan. Ah. Oeh. God damn it. Oké, deze gaan we ook even snel van zijn kanen slaan. Doei. Ah nee, er komt zijn tweelingbroer alweer aan. Godsamme. I don't trust it at all. Ga weg! Ga weg! Ja joh, ik wil alweer bij de dood joh. Voordat je het weet ben ik alweer... Pot. Nee, hij komt nog terug ook! Wat is dit voor hek? En een klote bloem. Ah, alsjeblieft, ga weg. En een slang, zo te zien. Bye bye. Even deze dirtblocks wegslaan. Oké. Nou ja, ik weet niet hoe bij die... Oh ja, natuurlijk. We kunnen natuurlijk springen op ons stok, hè? Hoe doen we dat ook weer? Oh ja, zo. En nou werken de controls wel super lekker mee. Oh yeah, we got something special. I found an ancient coin depicting a nightingale. Edo, you haven't stumbled across a pizza joint down there, have you, Ik skip even de cinematics, jongens. Sorry dat ik dat doe, maar anders wordt de video zo ages lang. En we hebben een nieuw hartje erbij. Oftewel een leven. Bam, 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 bam. Hé, zo kan je wel super snel door het level heen. Oh nee. Bukken. Oh. Rip-off van Mario. Ah, joh. Wat een rip-off. Sla hem kapot. Au, au, au. Ja, dat dacht ik ook. Au, au, au. Oh, what the fuck. Yo, ik kreeg opeens lag. Hoe ga ik hier overheen? Nee, joh. Hoe dan? Je zou toch zeggen dat je aan die lianen moet kunnen hangen? Ja, hoor. En I'm dead. Hoe ga ik dit halen, joh?
Oké, gelukkig spawnen we hier weer. Oké, fuck dit dan, hè. Another coin. And this one. Skip cinematic. Laat me los, laat me los, laat me los, laat me los, laat me los. En spuug me een keer de andere kant op. Godsamme. Oh mijn god. Don't mess with Dagobert Duck. En een Big Diamond. Die is van ons. Ja joh. Ziek hoor. Another coin. En dan krijgen we weer Cinematic. En die hoeven we niet. Maar hoe ga je hier aan hangen? Ja, nu doe je het wel. Rot eend. Oh, oké. Okay. Ja hoor, en dan pakt hij de volgende liaan niet. Hoe... Holy moly. Another coin en skip cinematic. Yes. Oh ja, en nee. Ga ik de kant niet op. Yes. Rot eend. Pak die liaan vast. Oh. That's a very big diamond. Oké, dan moet hij me... Oh, fuck. Goddammit, ik ben zwaar aan het falen. Holy... Hey. Dag bij Dick. Kom op, man. Ja? Hè? Het is een priceless ruby. Nee, pak die. Hè? Ah, yes. En skip cinematic. Oké, hoe gaan we dit doen, jongens? Ah! Shit. Let me go, please. Rotbloem. Hey. Come in, launchpad. I found something. There's a carving of Manco Capquack on this stone slab. And there's 8 seconds. Okay. Wow. Ik wist niet dat ik daar niet naar beneden kon. I'm afraid there's nothing I can do till I've found all 8 coins. Ah. To my search. Oké, we hebben de 8 nodig dus. En kan je ook zien hoeveel ik er al heb? Ja, ik moet er nog 3. Oké, dus we moeten die kant op. Nee! Hoe kan je me alweer pakken, verdomde klootbroek? Oh fuck, ik ben bijna in de tweede gemeente. Oké, sommige dingen zijn wel kloten van deze game. Zoals die bepaalde bugs die erin zitten. Nee, ga naar beneden, klote eend! Oké, jump. Oh, verdomde klote. Pak die liaan vast. Nee! Shut up! Hou op met me nu. Oké, let's go. Hoe ga ik dat... Oh, dat is het. Had ik daar nog maar eerder aan gedacht? Oh, shit. Oh ja, die steen komt natuurlijk niet terug voordat ik... Oké, even andere screen. En weer naar boven. En oh, daar is de steen weer. Oh, fuck. Jongens, neem me echt niet kwalijk voor dit. Yes. En ik dacht dat daar eigenlijk een coin in zou zitten. Maar dat zit hier niet, dus ik... Oké. Come on. Oké, en nou heb ik die verdomde klote steen kapot gemaakt. En dan gaan we weer naar boven. En let's go downstairs. En, what the fuck? They back. Oké. Oké, spring met je. Oké.
Nee, dit is niet eerlijk. En dit is gewoon een kinderspelletje en ik ben zo slecht erop. Oh jongens. Oh. Ah. Fucking hell. Oh verdomde. Klote spin. Yes. Oké, en we moeten er nu nog. Twee, man. En er zijn gewoon twee spinnen in mijn pad. Bye bye. Kijk eens aan. Dat is mooi. Dat je dat kan ruiken. En dat is coin nummer. Ja, dan moet er nog één als het goed is. Yes, eentje nog. En hier gaan we proberen op te jumpen. Yes, we got it. Oké, we gaan met de liaan naar boven. Aha. Kijk die slang. Hij heeft zo'n camo suit van Black Ops. Van Black Ops 2. Hé, hey, dat is niet eerlijk. Dat is echt niet eerlijk. Let me go. Bye monkey. Oh. Bye monkey. Oké, we gaan volgens mij helemaal terug naar het begin nu. Dus laten we snel weg zijn hier. En die slang zou ook wel weer terug zijn. Ah, verdomde rotaap. Flikker op. Oké, dirtblock. Nee. Let me go. En waarom spuugt hij me uit op de andere kant, hè? Oké, liaan. Een bijtje. Pak die verdomde liaan! Nee! Fuck! What the fuck ben ik aan het doen? Pak die fucking liaan vast! Hij doet het gewoon niet. Klote eet. Ja, hier moet ik naartoe. Kijk, dat dacht ik al. Ja, en dat is de laatste. En oh yeah. Skip the cinematic. Maar ja, nu moet ik weer beneden. En dan moet ik gewoon... Oh, pak hem. Dit is niet eerlijk. Oh. Kijk, zag je dat? Hij heeft zijn Black Ops 2 camo aan. Zo'n onzichtbare suit had hij aan. Hey, een gem. Oh man, laat me gaan. Oké. Okay. Fuck it, we gaan even een beetje cheaten. Oh no. Oh, nu niet doodgaan. Anders spannen we. Nee. Oh, wat een massa. En ik wist het, hè. Ik wist het. Dat die aap precies op mijn fucking ass zou springen. En nu moet ik weer dit stuk halen. God. Oh, fuck. De pop wat heb in mijn scherm. Ah. Let me go. Oké, we gaan snel met de springstok. Spring dan. Ah joh, wat een nice spel is dit. Oh. Oh mijn god jongens, hoeveel fases heb ik deze episode gemaakt? Holy moly. Maar dat komt gewoon puur volgens mij omdat de controller support niet echt helemaal optimized is voor dit.
vuile kut-eend! Kom op nou! Klimmen, man! Fuck! This thing is trolling me bad, man. Godsamme. Fuck. Oh, dit had ik moeten facecammen. Dit is zo'n ideale episode, man. Godsamme. Waarom altijd als ik niet facecam gebeuren dit soort dingen? God damn it. Oh, jongens. Oh nee, nu moet ik naar de volgende liaan. Pak die verdomme liaan vast. Oh, ik kon al die tijd al zo. Oh, ik was zo getrold deze episode. Nee, laat me nou gaan. God damn it. Dagobert, ik speel nooit meer jouw game. Echt niet. Oh yes. Finally. Finally. Oh nee, ik moet nog verder in deze hel. En wat is daar? Een chopper. Oh nee. Follow that beam of light. Of light. Ja, dag. Laat die diamant maar lekker liggen. Dit is echt een hekstuk. Ik zie het nu al. Oh. Dit ziet er echt heel fout uit. 18 plus shit. Dit zeg ik niet. Nee, grapje. Kom op, vlieg eens door, Arnie. Zeg maar niet dat ik er daar af moest. En oh yeah. Oh, I did it. I found a... En yes jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vind je DuckTales tof? Geef me dan een duimpje. Vond je deze episode tof? Geef me dan ook een duimpje. En ja, wil je meer zien van DuckTales? Abonneer op mijn kanaal. Yo!